Het lijkt wel alsof we in de middeleeuwen zijn beland. Op de binnenplaats van het Belfort in Brugge staan alle figuranten te wachten tot de processie vertrekt. Het is lijkt precies alsof we in de middeleeuwen zijn. Al die pakken, kostuums, al de verschillende personen en ook de muziek. Dat is super tof. Het lijkt echt als in de middeleeuwen. In de heilige bloedprocessie worden allemaal verhalen uit de Bijbel uitgebeeld. Er doen ook veel kinderen aan mee. Ik ben een herder. Ik zit in groep 14 en ik speel bij de geboorte van Adeste en ik moet zingen in het Latijn. Ik vind het super leuk om hier aan mee te doen. Omdat het is wel cool omdat je zo een rol kan spelen uit vroeger en dat je zo pakken kan dragen. Dat vind ik wel cool. De processie is bekend over de hele wereld. Er komen zeker 45.000 mensen kijken. Het is de eerste keer en het is heel spannend. De grote ster is natuurlijk Jezus zelf. Wij zijn Maria en Jozef en dit is kindje Jezus die dit jaar een meisje is. De processie bestaat al sinds 1304. Meer dan 700 jaar dus. Dat is gewoon leuk en ja, dat is zoiets dat je elk jaar doet en dan, ja, dat is dan als een traditie. Wow. Hey, superleuk dat je deze video bekeken hebt. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan zeker niet te liken. En abonneren mag ook altijd. We hebben natuurlijk nog veel meer video's en die check je hier.